kijk je terug op het afgelopen jaar? Een druk jaar. Ik heb een heel druk jaar gehad. In februari is mijn dochtertje geboren. Gefeliciteerd. Dankjewel. Dus veel slapeloze nachten. Nu slaapt ze al een tijdje goed door. Maar het staat vooral in het teken van haar eigenlijk dit jaar. Veel mocht weer. Weer veel naar buiten, mensen zien. Uitgaan. Was weer nice. Dus best wel goed eigenlijk. Leuk jaar ook vooral. En wat minder leuk natuurlijk met corona. Maar ik ben een nieuwe studie gestart. Sportmarketing Management. Dus dat is wel heel leuk. En wat is een beetje jouw nieuwsgebeurtenis van het afgelopen jaar wat je is bijgebleven? Laat me zeggen, ik ben zo niet de nieuwsvolger, maar ja, de gebeurtenissen ja, die de voorbije tijd zijn gepasseerd, is ja, eigenlijk de situatie Oekraïne, Rusland, etc. Dus een heel spijtige zaak dat de mensen dat moeten meemaken. Ja, het komt gewoon super dichtbij. Dus het is in Europa en kwam ook in Rotterdam zo dichtbij met vluchtelingen die je hier ziet en tegenkomt. Iemand die ik ken, die vangt ook twee Oekraïense meisjes op in huis. Dus doen we wat we kunnen eigenlijk. Ja. Komt ook dichtbij dan? Ja, het zijn hele lieve meiden, maar ze hebben bijvoorbeeld een vriend die aan het vechten is in de oorlog daar. De ander is eigenlijk nog heel jong. Ze moeten iedereen daar achterlaten om met z'n tweeën hier te zijn als zusjes zijn. Lijkt me heftig inderdaad. Ja, dat is heel zielig. Dus wat we kunnen doen is soms shoppen met ze. Of gewoon dat ze erbij zijn met activiteiten, spelletjes. Dat doen we. Ik heb ook nog wel een beetje corona. Dat speelt ook nog steeds natuurlijk. En winkels dicht. En alle ondernemingen die eraan onderdoor gaan en zo. Best wel heftig natuurlijk.